We zien hier een blok dat met een constante snelheid naar rechts wordt getrokken met behulp van een bepaalde spankracht. De spankracht die staat onder een bepaalde hoek en doet daarom twee dingen. Het trekt het blok naar rechts en het probeert het blok een beetje op te tillen. Vandaar dat we de spankracht opdelen in twee componenten. Een component in de bewegingsrichting en een component loodrecht op de bewegingsrichting, zoals we in een eerder filmpje gezien hebben. Nou, omdat we gezegd hadden dat het blok met een constante snelheid beweegt, weten we dat Fs 0 moet zijn. Dat is de eerste wet van Newton. In dit geval betekent dat dat de krachten die in deze horizontale richting werken samen 0 moeten zijn en de krachten in de verticale richting ook. Laten we eerst kijken naar de horizontale krachten. We hebben een kracht naar rechts en een kracht naar links, wrijvingskracht. En die twee moeten even groot zijn zodat Fs 0 is. Nu gaan we even kijken naar de verticale krachten. We hebben twee krachten die omhoog werken. De component van de spankracht en de normaalkracht. En we hebben één kracht die naar beneden werkt, de zwaartekracht. Deze twee pijltjes samen, die omhoog werken, moeten gelijk zijn aan de ene pijl die naar beneden werkt, namelijk de zwaartekracht. Op dit moment zijn de krachten verticaal en horizontaal in evenwicht. In dit geval hebben we weer het blok dat met een constante snelheid van de helling afglijdt. Op het blok werkt de zwaartekracht. En die zwaartekracht delen we op in twee componenten. Eén component is de kracht waarmee het blok van de helling gaat. En het andere component is de kracht waarmee het blok tegen de helling aan wordt geduwd. Nou, ook in dit geval hebben we een constante snelheid. Dus is Fs 0. Dat is de eerste wet van Newton. Nou goed, laten we eerst dan even kijken naar de krachten in de bewegingsrichting. Dat zijn de zwaartekrachtscomponent en de wrijvingskracht. Die moeten in evenwicht zijn om in totaal Fs 0 te krijgen. Nu kijken we naar de krachten loodrecht op de bewegingsrichting. Dat is deze zwaartekrachtscomponent en de normaalkracht. En ook die moeten even groot zijn. En nu is het hele systeem in evenwicht. Succes met leren!